begint. Een inworp van Maki, Tahamata. Goede kopbal van Luiks. Schillar tipt de bal over de lat. Dat was in de 10e minuut. In de 20e minuut pas is Antwerp voor het eerst een beetje gevaarlijk. Van Rooij naar Rudy Smits. Een goed schot, maar het wijkt af en gaat naast. Dan de 28e minuut. Dat is weer de Marokkaan Maki op rechts. Levert een goede voorzet af. Goots komt aanzweven en kopt maar net naast de kooi van Svilar. Dan de 39e minuut, hoekschop van Rooij. De bal wordt gedeeltelijk weggekopt. Broekaert wacht tot hij botst. Kopt hem dan naar Klaassen. Omhaal en een doelpunt. 0-1, het doelpunt gaat door, zegt Constantin. Maar iedereen had gezien dat het om buitenspel ging. Daar, behalve het slecht geïnspireerde scheidsrechterstrio. Maar wel 1-0 dus voor Antwerpen. Dan zijn we in de 62e minuut, tweede helft dus. Dat was een hoekschop van Leenhoff en van Veerdegem kopt hem via de grasmat binnen. Kijkt u er nog maar eens naar. 2-0, 62 minuten gespeeld. 4 minuten later, dit is Klaassen naar Van Rooij. Klaassen vertrekt weer, geen buitenspel van Klaassen, wel positie buitenspel van Leenhoff rechts op het veld. Die doelpunt had dus wel kunnen doorgaan, maar werd afgekeurd. 73e minuut, een uitworp van Svilar, wordt meegepikt door Pinter naar Goots, een loeier. En Svilar is weer bij de pinken. 1 minuut later, Van Rooij naar Leenhoff, voor één keer zonder Ngombo. Doet er iets slims met de bal naar Klaassen. Klaassen wint het duel van Mike Verstraeten. Ziet Van Veerdegem komen en het is 3-0. Het was dus ongeveer een kwartier voor het einde van de wedstrijd. Het tweede doelpunt van Van Veerdegem, die u straks in een interviewtje hoort. 3-0. Verdiend, maar gevleid. Zeker gevleid met dit vierde doelpunt dat binnengekopt wordt door Alexander Czerniatynski via het hoofd van Luiks. 4-0 was de eindstand. Patrick van Veerdegem, hoe vaak is het gebeurd dat jij twee keer scoort in een wedstrijd? Het is mij nog nooit overkomen. Ik heb normaal een gemiddelde van 2 doelpunten per seizoen. Ik heb er nu 2 in één wedstrijd. Dus dat kan een goed gemiddelde worden dit jaar. Antwerpen wint met 4-0. Het klinkt paradoxaal, maar eigenlijk hebben jullie niet zo goed gespeeld. Ik denk vooral de eerste helft dat het niet zo goed was. Dus we wisten dat Beerschot naar hier was gekomen om achteraan die deur zo lang mogelijk dicht te houden. En dat doelpunt dat we maakten vlak voor de rust, dat heeft ons wel gemotiveerd. Viel op een goed moment. En ik denk dat we de tweede helft nog beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Ja. Is dat een soort overconcentratie nu de kwartfinale van de Europa Cup nadert? Of wat is het? Ik denk van niet, want die kwartfinale, er is nog weinig over gesproken geweest in de groep. En aangezien ook de Duitse competitie stil ligt, ik denk dat we nu in de eerste plaats op Antwerpen moeten concentreren op die vierde plaats. Dus het wordt nog moeilijk voor ons, maar ik denk dat het nog niet mee te maken heeft met Keulen. U hebt gemerkt dat Radko Svilar weer enkele knappe reddingen uit de mouwen schudde of moest schudden. Svilar mag een belangrijk aandeel van de Antwerp successen dit seizoen opeisen. Waar haalt de 39-jarige zogenaamde Geronimo, die zowel op het sportieve als op het privévlak een zeer moeilijke periode doormaakt, de kracht en de motivatie om elke week weer op zo'n hoog niveau te presteren? I have character. I never say it's enough or finished. I all time when I had that difficult period, I was trained with the group. I give to spirit, I think, to group also, because I'm like that man and I have character and I say I'm gonna fight and I fight and I prove now that I can play still. But some people they didn't believe in me, but what can I do about that? En nu ben je een soort mascotte, hè? I cannot say that. Maybe for supporters but my friends, they like me very much and they trust me and they have confidence in me and I see that and that give me also one motivation to keep every week like that. Wanneer word jij precies 40? 6 mei. 6 mei. En hoe lang ga je dit nog volhouden op dit niveau? I try every week, maar till wanneer, ik weet het niet. Nog een contract van 10 jaar? I hope. Oké, bedankt en succes. Thank you.